Politie tast in het duister na schietincident in Loenen. Gouden Koets, de publiekstrekker op Paleis het Loo. Schoolbesturen tekenen convenant kunsteducatie. En Apeldoorn vangt 400 vluchtelingen op in Amerikahal. Dit is het RTV Apeldoorn nieuws. Woensdagavond rond 10:30 is geschoten op een woning aan de Hoofdweg in Loenen. In de woning woont een alleenstaande man die geen idee heeft wie het op hem gemunt zou moeten hebben. Bij dit schietincident raakte niemand gewond. De buurt is geschrokken dat er in hun straat is geschoten. De politie was snel te plaatsen en stelde direct een langdurig onderzoek in. De mogelijke dader zou na het schietincident met een auto ervandoor zijn gegaan. De politie tast vooralsnog in het duister over de toedracht en vraagt getuigen zich te melden via telefoonnummer 0900 8844. Donderdag startte het vierdaagse evenement en tentoonstelling Paardenkracht en Autopracht op Paleis het Loo. Van waar deze tentoonstelling? Het is de verjaardag van het Koninklijk Staldepartement. 200 jaar verzorgt het Staldepartement het vervoer van het Koninklijk Huis. Nou, dat werd met een rijtuig gedaan natuurlijk in het begin. Inmiddels auto's, een helikopter ook. En ook natuurlijk het water. Er is alleen weinig water op de Veluwe, dus dat aspect dat vergeten we even. Publiekstrekker is natuurlijk de Gouden Koets. De Gouden Koets wordt na Prinsjesdag grondig gerenoveerd dat 4 jaar gaat duren. De Gouden Koets is hier omdat bij een feest van 200 jaar Koninklijk Staldepartement dat men ook in Den Haag wel vond dat de Gouden Koets erbij moest zijn. Aan de andere kant kan men hem nog eens even heel goed bekijken, want we weten allemaal inmiddels dat hij met Prinsjesdag over een paar weken nog 1 keer meerijdt. En dan gaat hij langdurig uit het zicht in verband met een restauratie. In en rond de koninklijke stallen is een grote collectie koninklijke vervoersmiddelen te bewonderen. De Gouden Koets, dat is natuurlijk belangrijk. Niet misschien het mooiste rijtuig van het Koninklijk Huis, maar wel natuurlijk het meest imposante en van goud. Dit is echt een stuk rijdend erfgoed, zou je kunnen zeggen. De monarchie op wielen. Maar voor de rest ook auto's. Een Austin Shearline, een Cadillac van koningin Wilhelmina. Crème Calèche, dat is een mooi open rijtuig, wat vroeger vaak bij staatsbezoek ook werd gebruikt. De helikopter, maar ook bijvoorbeeld onze vrienden uit Zweden en Engeland komen statierijtuigen van die monarchieën om de verjaardag mee te vieren. Naast de Gouden Koets is er nog een bijzonder vervoersmiddel op de tentoonstelling te zien. Het meest bijzondere stuk, naast de 80 andere die er zijn, dat is een gewetensvraag. Ik denk toch wel die mooie nieuwe Austin Shearline die we hebben. Die in de jaren 50 gebruikt is door koningin Juliana. En wat echt gewoon een gebouw op wielen is. Tegenwoordig heb je van die laffe autootjes. Maar dat is nog echt zo'n prachtig rijtuig. Je zou kunnen zeggen, een statievol rijtuig wat een mooie opvolger is van een koets met de paarden. Per dag worden er 2 défilés gehouden. Paardenkracht en Autopracht op Paleis het Loo duurt nog tot en met zondag. Op de basisschool De Gong werd donderdagmiddag het convenant kunsteducatie ondertekend door Markant, Centrum voor Kunsteducatie en 3 grote schoolbesturen van het primair onderwijs. Het is niet de eerste keer dat een dergelijk convenant wordt ondertekend. Dit is een verlenging van het cultuurmenu voor de komende 3 jaren. We doen het al nu voor het 10e jaar en het bevalt zo goed dat er weer een verlenging komt. Wat kan ik me voorstellen bij cultuureducatie? Je kunt je voorstellen dat alle kinderen op basisscholen in Apeldoorn in aanraking komen met alle disciplines van kunst in het cultuurmenu. En dan hebben we het over muziek, dans, theater, digitaal, fotografie, erfgoed en muziek. Alle klassen? Alle klassen van groep 1 tot en met 8 komen aan bod in het cultuurmenu. Waarom is het kunsteducatie zo belangrijk? Nou kijk, kinderen die worden op verschillende manieren getriggerd om in hun ontwikkeling te komen. En cultuur is een hele belangrijke voor. Hè. Ze krijgen al best wel heel veel tijd wordt er geïnvesteerd in de cognitieve vakken. Kinderen die kunnen ook op een andere manier heel goed leren. En met name het onderzoekende aspect, maar ook de creatieve aspect. Hun hersenen worden op een andere manier geactiveerd. Dat vinden wij gewoon heel belangrijk. Bovendien is het gewoon ook vaak heel erg leuk om te doen. En omdat je met Markant samenwerkt, kun je ook leuke dingen organiseren. Dat kun je als school individueel eigenlijk niet. Dat kost veel te veel tijd en het vraagt ook behoorlijk wat expertise. De kunsteducatieve lessen zullen niet hetzelfde zijn als voorgaande jaren, is de verwachting. Ja, nou loopt het project al even. Verandert er eigenlijk nog iets met deze ondertekening of is het gewoon een voortzetting? Nou, de ondertekening is een voortzetting in feite van al hele goede dingen.
Maar Kant zelf is natuurlijk met ons in gesprek over van, goh, wat is er nodig? Want de wereld van kinderen verandert continu. Dus wij moeten ook continu ons aanpassen en kijken van of we dingen kunnen verbeteren, of we dingen uitdagender kunnen maken. En Makant speelt daar een hele belangrijke rol in, samen met ons. Als voorproefje werd er al een korte les gegeven in de school. Wat voor les geeft hij? Ik geef een beeldende les, zoals dat heet. En het gaat over Vincent van Gogh. En de kinderen gaan volgende week naar het Krullenmuller Museum. En dan gaan ze onder andere het schilderij De Aardappeleters zien. En in deze les laat ik de kinderen zelf poseren, als in het schilderij. En gaan ze het ook natekenen en naschilderen. Is kunst niet hartstikke stoffig voor de kinderen? Zijn ze dan wel enthousiast te krijgen? Ja, nou, ik hoop het wel. En ik denk het ook wel. Want je moet het ook een beetje met humor brengen natuurlijk. En kunst gaat over kijken. En kijken, dat is heel erg... Het is veel spannender dan je denkt. Kinderen zijn vaak afgeleid en kijken alle kanten op en denken dat het saai is. Maar als je ze een beetje laat kijken en concentreren daarop, dan zien ze steeds meer en dan wordt het alleen maar leuker. Wethouder Detlef Sizo was bij de feestelijke ondertekening van het convenant. De kunsteducatieve lessen kosten 9 euro per kind. Is dat genoeg? Dat is krap. Maar ik probeer echt zoveel mogelijk in te kopen voor die 9 euro. Burgemeester en wethouders van Apeldoorn hebben besloten om 400 vluchtelingen uit onder meer Syrië en Eritrea op te vangen. Dat werd vandaag in een ingelaste persconferentie bekendgemaakt. Daarmee geeft de gemeente Apeldoorn een handreiking naar het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers. Het is noodopvang, dat zegt het woord al, nood. Er is hoge nood. We zijn vorige week... Je had contact geweest met het COA, vanuit het COA met ons. En die gaf aan dat er ernstig behoefte is aan extra opvangplekken. Moet u zich voorstellen dat 1700 vluchtelingen zich melden in Nederland. En dus de opvangplaatsen zijn bijna vol. En vandaar dat wij hebben gezegd, onze maatschappelijke verantwoordelijkheid komt nu echt om de bocht. En we willen daaraan meewerken. De vluchtelingen die naar Apeldoorn komen zijn alleen mannen. Waarom nou specifiek mannen? Dat heeft te maken toch met, ik noem het dan maar de echt basic manier waarop de mensen worden opgevangen. Ze zitten met achten op een kamer. En ja, dan is het niet geheel geschikt voor vrouwen en voor kinderen om daar ook bij te zijn. Worden er door de gemeente ook nog andere voorzieningen bijgevoegd? Nee, er worden geen andere voorzieningen gebouwd. Dat is helemaal in de verantwoordelijkheid van het COA. Je moet dan denken natuurlijk... Bijna aan bad, bed en brood, maar het is in die zin zo dat het dus een slaapplek is. Er is eten, drinken en uiteraard douches, maar ook in deze tijd wifi-aansluiting, zodat de mensen, als ze dat kunnen, contact op kunnen nemen met het thuisfront, waar ook. In de Amerika-hal worden de vluchtelingen opgevangen. Het is zo dat de eerste entree is altijd in Ter Apel in Nederland. Daar worden ze dan gecontroleerd toch op hun gezondheid en op hun identiteit. Daarna kunnen ze dan op een andere plek, noodopvangen in Nederland, gebracht worden. En dat is dan vanaf dinsdag ook Apeldoorn. En dan blijven ze daar, kan een paar dagen tot een paar weken zijn, afhankelijk van of ze al dan niet in de asielprocedure komen. Maandagavond 31 augustus wordt in de Amerika-hal een informatie-inloopavond gehouden. Aan de omgeving het ook dragen? U bedoelt uiteraard in Apeldoorn. De inschatting die wij maken met de Amerika-hal, dat zeker het geval is. Ik ben natuurlijk niet blind of doof voor de maatschappelijke signalen die afgegeven worden. Maar ik denk gezien deze situatie en ik denk ook wel de sprankracht van mijn gemeente, daar heb ik volle vertrouwen in. Kunnen de bewoners nog bezwaar maken? Nee, dat geldt in deze situatie niet. Nee. Er komt ook een klankbordgroep waarin ondernemers, het COA en bewoners zijn vertegenwoordigd. Als mensen zich aan willen melden voor die klankbordgroep, hoe gaat dat? Dat kan op de website. Die staat vanaf nu op de gemeentelijke website. En daar kan men zich aanmelden voor de klankbordgroep. Ik moet even heel precies zijn. Volgens mij is dat pas vanaf maandagavond dat aangemeld kan worden voor de klankbordgroep. Maar goed, in ieder geval de komende dagen zal men dat via de social media zal men dat kunnen zien. De gemeente stelt de Amerika-hal beschikbaar tot 5 november voor tijdelijke opvang van asielzoekers. Daarna wordt gekeken of er een andere locatie in Apeldoorn noodzakelijk of mogelijk is.